Vanaf woensdag zitten ze er al, de 9 fanatieke Feyenoord supporters. Kou en slaap trotserend. Ja, het was nou echt een koude nacht, maar iedereen was vrolijk. We hebben lekker drankje gedaan met z'n allen, gezongen. En het was echt gewoon gezellig. Echt gezellig. Ze zijn er op tijd bij, maar toch is het spannend of er voor iedereen kaarten zullen zijn. Per verkooppunt wordt er een beperkt aantal kaarten afgegeven. Hoe handiger de medewerker, hoe groter de kans op kaarten. Ja, het is even afwachten inderdaad. Nog 10 minuten en daarna om 9 uur meteen beginnen. En zoveel mogelijk kaarten uitdraaien. In 2 minuten, 3 minuten is het uitverkocht. Alles is tot in de puntjes voorbereid. Er kan niks misgaan. De laatste minuten zijn slopend, daarom maar vast even een voorspelling. Wat gaat de club doen op 25 april? Ik zeg 2-1, daar ga ik voor. Ik zeg 3-1. 2-0. Dan is het 9 uur. Even lijkt het erop dat het systeem is vastgelopen. Oké, nou, eerste 9 zijn binnen. Yes! 22 kaarten weet Patrick eruit te slepen. Alle vrienden hebben er een. Het is een hele opluchting dat je je kaart hebt, want het duurde eventjes voordat hij ze uitgeprint kreeg, maar we hebben ze, dus dat is het belangrijkste. Ik voel me echt moe, maar ik ben zo blij. Ook voor al die jongens die kaart hebben, echt, het is gigantisch. Echt waar. Het is de moeite waard geweest. Ja, echt, en volgende bekerfinale liggen we er gewoon weer. Kijk!